mensen, welkom terug bij een van de filmpjes. Vandaag heb ik weer een Primark shoplog voor jullie, zoals jullie zagen aan de titel. En ten eerste, ik had het gezegd, nog niet eens volgens mij een week geleden heb ik een Primark shoplog opgenomen. En dat komt nou gewoon puur omdat die zo dicht bij mijn school zit. En ik ging er dus in, na school, met één doel. En dat was schoenen. En dat werkte niet. Want ik kwam namelijk terug met veel meer en geen schoenen. Maar ik ga jullie vandaag dus laten zien wat ik heb gekocht. En ja, veel kijkplezier. Als eerste heb ik dit nagelsetje gekocht. En deze was 2,50 zoals jullie kunnen zien. En ik vond de verpakking gewoon super schattig, super handig. En hier zo zit dus een nagelknippertje in, een schaartje en van alles nog wat voor de rest wat je nodig voor kunt hebben. Maar deze niet voor mezelf, deze heb ik als cadeautje gekocht. En voor 2,50 vind ik het een heel leuk en schattig cadeautje. Dan ook kocht ik een ringensetje. En zoals je ziet zit er nog maar eentje aan, want de rest heb ik op dit moment om. Als eerste zat er deze in. Dit is echt de statement boven de knuckle ring die ertussen zit. Gewoon goud in 3 streepjes met steentjes erin. Aan de achterkant is hij gewoon 1 geheel. En aan de andere heb ik 2 op elkaar. Een hartje en eentje met wat steentjes. En het vervelende is, dit is de kleinste maan, S. En ik kan ze echt alleen om mijn middelvingers doen. Als ik het om een andere vinger doe, dan is die te klein. Dus dat vind ik echt heel erg jammer. Want ik heb gewoon echt hele kleine vingertjes. En de laatste die er nog op zit, is een soort van, ja, blaadje lijkt het meer op. Maar ik vond het echt een heel leuk boven de knuckle setje voor 2 euro. Dus die heb ik meegenomen. Dan als tweede had ik nog zo'n ringen setje, alleen in zilver en met iets andere ringetjes. Deze was ook 2 euro, maatje S. De eerste is gewoon een simpele zilveren met een beetje destroyed effect eroverheen. Eentje met een dubbele ring. 2 pijltjes die zo over je vinger heen lopen. En als laatste een driehoekje. En ik vond deze ook gewoon super schattig. En deze was dus 2 euro. Dan ook kocht ik de stippling brush van de Primark. Zoals je ziet heb ik hem al opengemaakt en gebruikt. Maar ik heb hem weer heel mooi teruggedaan voor jullie in de verpakking. En deze was 2 euro volgens mij. Of 3 euro. Dat weet ik niet. Ik heb het prijsgedeelte eraf geknipt. Maar in ieder geval 2 of 3 euro. En ik ben er erg tevreden mee. Vooral voor de prijs. En ik vind hem gewoon heel leuk uitzien. Hij is simpel zwart. En aan de puntjes wordt het roze. Ik vind hem heel erg een budget aanrader. Als je aan kwasten wil beginnen kun je prima bij de Primark beginnen. Of bij de Hema of bij de Essence kwasten natuurlijk. Maar deze raad ik zeker ook aan. Want ja, het is echt geen geld. En prima te doen. Dan ook kocht ik een setje met pincetjes. En dat was echt de slechtste grap ooit, sorry. Maar deze was 1,50 en dan krijg je dit super schattige L'tjes setje. Een mannetje en een vrouwtje. De een is blauw, de ander is roze. En ik had gewoon pincetjes nodig. En voor 1,50 2 hele schattige. En ze zijn echt super scherp. Want deze is er ook uit omdat ik het gewoon echt nodig had. En mijn wenkbrauwen begonnen echt te lijken op een of andere chimpansee. En ik had ze gewoon nodig, want mijn pincet was zo bot als ik weet niet wat. En deze heb ik dus meegenomen voor 1,50. En voor 1,50 vind ik ze echt super schattig. Dan ook heb ik 2 setjes van de Food Cushions meegenomen van Primark. En deze raad ik echt heel erg aan. Ik heb deze al eerder gehad. Ze zijn 3 euro. Is volgens mij wel een van de duurdere voedseltjes die ze hebben. Maar je hebt ze met leuke polka dots, wat ik echt super leuk vind. En ze zijn gewoon best wel comfy voor 3 euro. En dat is gewoon ideaal. Dan een van mijn favoriete aanwinsten en dat is deze hoed. Ik zag hem en ik wist eigenlijk niet wat ik ervan moest denken. En ik was samen met Thijs en ik zette hem gewoon op mijn hoofd. En ik heb er gewoon een tijdje mee door de winkel heen gelopen. En ik keek in de spiegel en ik dacht, ik vind hem eigenlijk best wel leuk. Hij deed mij een beetje denken aan lichtelijk cowboyachtig. Ik weet niet de precieze term hiervoor. Er zit een simpel zwart lintje omheen met een strikje aan de zijkant. En deze was 8 euro, dus dat vind ik een prima prijs. En ze hadden hem volgens mij ook in het grijs en bruin, maar pin me er niet op vast. Sowieso een zwarte dus. Maar volgens mij ook een grijs en bruine, maar ik weet niet 100%. Ja, ik weet het niet. Ik vind hem zelf heel erg leuk. En wel iets wat ik graag draag. Ik vind hoedjes heel erg leuk om te dragen. Dan ook kocht ik een simpele panty, maar dit is de 100 DJ, heet dat volgens mij. Nou, in ieder geval dik de 100 en maatje M heb ik hem meegenomen, want dan kan ik hem lekker hoog optrekken tot net onder mijn borsten. En dat vind ik gewoon fijn in plaats van dat hij afzakt. En ja, gewoon simpele zwarte. En deze was 3 euro. Dan ook kocht ik deze donkergroene rok. En ik ben hier super blij mee. Met nieuwe haar vind ik het ook echt heel erg mooi staan.
En het is gewoon een simpele skaterskirt van een dikker materiaal in een soort van, ja, oud donkergroen stofje. Ik vind hem heel erg leuk zelf. Je moet ervan houden. Maar ik vind hem heel erg leuk staan, heel herfstig. Ik vond hem leuk en deze was 10 euro. En dan alweer als laatste, en dit is denk ik mijn favoriete item in deze shoplog. En dat is deze sjaal. Ik wou dat jullie het konden voelen. Deze stof is zo ontzettend zacht. Hij is in een hele lieve blush slash baby roze kleur. En hij heeft wat langere haartjes ertussen zitten, zoals jullie kunnen zien. En wat kortere haartjes. Maar vooral wat mij trok was gewoon hoe zacht hij is. Ik voelde hem en ik dacht, oh, dit wil ik elke dag om mijn nek hebben. Het enige wat wel zo is, dat hij best wel pluist op zwarte kleding. Dus hou daar rekening mee. Misschien van tevoren in de was gooien. Maar ik durf het niet aan, want ik ben bang dat hij zijn zachtheid verliest. Maar ja, met zwart is hij niet zo ideaal om te dragen, omdat hij een beetje pluist. Maar voor de rest is dit echt de beste sjaal ooit. Het is zo zacht. Ze hadden hem ook in het lichtbruin, maar ik heb hem meegenomen in deze kleur. Ik vond deze kleur gewoon veel mooier. En ik vind hem nou wederom weer heel leuk bij mijn haar. En dat is allemaal niet van tevoren bedacht, maar ik vind hem echt heel erg fijn. En deze was 6 euro en ik raad deze echt aan. Nou, dat was alles wat ik heb gekocht. Wil je mijn Primark shoplog van ongeveer een weekje geleden zien? Klik dan hier zo op. Dan ga je er meteen naartoe. Dit kun je eigenlijk alleen doen als je op je laptop zit. Op de mobiel werkt dit niet. Maar zit je op je laptop, klik er dan vooral op. Dan kan je die Primark shoplog zien. Vond je deze video leuk om te kijken? Laat dan een duimpje achter. En vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. En dat is helemaal gratis. Blijf je gewoon op de hoogte van wat ik doe. En ik zou het echt super leuk vinden als je dat zou doen. En hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video. Doei!